Vandaag gaan we een kijkje nemen bij de brug. Dat is een stuk van het Woudhuis, een jonge woonwijk in Apeldoorn. Het is rustig, veel groen, mooie vijverpartijen. Maar dat niet alleen, ook alle voorzieningen liggen in de buurt. Hier vlakbij heb je winkelcentrum het Fort. Daar zitten echt alle faciliteiten, supermarkten, scholen, kinderdagverblijven. Verzin het maar. We gaan kijken bij een heel leuk huis, nummer 19. Het is groot, anders dan je zou verwachten wellicht. De woning heeft een leuke architectuur. En om een juiste indruk te krijgen van de ruimte van deze woning, moet je echt komen kijken. De woning is maar liefst 11 meter breed. Dat is natuurlijk wat anders dan bij een standaard tussenwoning. Een inpandige garage en door die breedte een grote tuin, heel veel woonoppervlakte. Dat gaan we even bekijken. De woonkamer is leuk, het heeft een mooie vloer, eikenvloer. En wat erg mooi is, is deze schouw met een inbouwgashaard. Ja, dat brengt wel sfeer. De keuken is ook ruim. Een open eetkeuken, veel kastruimte en voldoende plaats ook voor een tafel, zoals je ziet. Ja, het is gewoon een heerlijk ruim huis. Direct bij binnenkomst valt een grote ruimte in dit huis al op. Een mooie ruime hal met een deur naar het toilet. En wat heel praktisch is, een deur naar de inpandige garage. Hier bevindt zich ook de trap naar de verdieping. Die is ook natuurlijk heel groot, ook 11 meter breed. Grote overloop met veel licht door een groot raam. 4 ruime slaapkamers en een recent gemoderniseerde luxe badkamer. Ja, wat fijn is, is dat je vanuit de woonkamer met dubbele tuindeuren de tuin in kan. Die is ook mooi breed, net zoals de woning 11 meter. En leuk aangelegd. Zonneterrassen, schaduwterrassen, gazon, extra houten tuinschuur. Ja, je kunt hier gewoon heerlijk zitten. Dat ga ik ook even doen. Als je dat ook wil, maak maar snel een afspraak, zou ik zeggen.